Nog bij ons zal de eerste EK-wedstrijd niet onopgemerkt voorbij gaan. In Maasmechelen bijvoorbeeld wonen duizenden mensen met Italiaanse en duizenden met Turkse roots. Cafés van beide gemeenschappen maken zich op voor de feestelijke avond. En wij gingen de sfeer alles opsnuiven. In Maasmechelen is het gewoon altijd prijs vandaag. Turken of Italianen, iemand zal winnen. Altijd feest. Als het van ons afhangt, willen we dat Turkije wint. Het allerbelangrijkste is de vriendschap. Het gaat gewoon carnaval worden. En ze hebben de meeste wegen gesloten. Tot spijt van wie het benijdt, Maasmechelen kent een levendige traditie van luid toeterende autocaravaans. Dan gaat je heel veel wagens zien die blijven gaan tuteren tot hun tuter niet meer werkt. De vurigheid natuurlijk van de supporters van Italië en van Turkije, dat is gekend. En daarvoor hebben we inderdaad maatregelen genomen. Dat zijn maatregelen die met verkeer te maken hebben, met gewoon de veiligheid in het algemeen. Eenrichtingsverkeer, vooral hier ook in dit winkelcentrum. Omdat anders toch wel de stromen elkaar gaan kruisen. En dat kan gevaarlijke taferelen geven. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel in de gaten houden dat de coronamaatregelen nog nageleefd blijven. Voor de Italianen zijn de kaarten geschud. Zij gaan winnen, denken ze. 3-1. Ja, waarom? Ja, omdat Italië goed is, hè. Het leeft enorm, al een maand, twee maanden, naar een jaar. Voor mij ook. Ik ben heel zenuwachtig. Heel, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik hoop dat het snel begint. Weer wat sfeer, hè. Ambiance. En iedereen samen. En meer werk, hè. En meer werk.